1930 woonde mijn vader op de derde verdieping van een flat aan de Kerkhoflaan in Rotterdam-Krooswijk. In diezelfde maand wordt mijn vader 8 jaar oud. Wat herinnert hij zich zoal van die mooie meidagen vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog? Nou, in de eerste plaats kan ik me niet zoveel herinneren ervan hoor. Maar wel dat we veel aan het repeteren waren, want het was rond Pinksteren. En ik zong in een jongenskoor, een jongenssopraan. En wij moesten veel oefenen, want met Pinksteren dan kwamen de uitvoeringen. Dan moesten we in de kerk zingen, het was het koor van de Barbarakerk. En nou, daar hebben we veel voor geoefend, dat herinner ik mij wel. En dat het erg mooi weer was. Hoe gek het ook klinkt. Maar verder denk ik dat er niet veel bijzonders is gebeurd. Je ging naar school en zoals altijd. Kortom, alles ging gewoon zijn gangetje. En niemand had het vermoeden wat de stad te wachten stond in die mooie meidagen van 1940. Maar alles zou snel veranderen. Er zat oorlog in de lucht. In het nu volgende fragment krijgen Duitse parachutisten in de vroege ochtend van 10 mei 1940 de opdracht de bruggen bij Moerdijk en Rotterdam te veroveren en veilig te stellen voor de oprukkende Duitse troepen. Halten hier! Nun ist unsere Stunde gekommen! Wir haben den Auftrag, das Einfalltor zur Festung Holland aufzubrechen, die Brücken des Feindes zu brüchen bei Moerdijk und vor Rotterdam. Für den deutschen Vormarsch offen zu halten. Alle Maschinen! Ik weet wel, het was morgens vroeg, dat er veel vliegtuigen in de lucht waren. En er waren parachutisten, dat had ik nog nooit van mijn leven gezien. En die achteraf bleek dat te maken te hebben met de gevechten bij Waalhaven. Maar die zagen wij uit die vliegtuigen springen. En en toen liepen er ineens gewapende NSB'ers. In de straat. Nou ja, daardoor merkten wij dat het oorlog was. Die eerste dagen speelde de oorlog zich voornamelijk af langs de Maas en de Maasbruggen. Op Krooswijk was er weinig van te merken. Er was wel een aantal keren luchtalarm geweest, totdat het op de vierde dag echt raak was. Bronkengeschwader brengen ihnen in rollendem Einsatz Entlastung. Die militärisch wichtigen Ziele der stark verteidigten Stadt Rotterdam werden mit Bomben belegt. Ein großer Transporter steht in Flammen. Ja, en toen 's middags was het ineens prijs. Eerst op Kralingen en dat was betrekkelijk dichtbij natuurlijk. Dat was aan het eind van de Pijperstraat, zeg maar. Daar begon Kralingen en daar zijn bommen gevallen. Dat is helemaal plat gebombardeerd, die straten daar, de Lusthoflaan. Dus de eerste bommen vielen niet op het centrum. Die vielen in Kralingen. Nou, dat was ook de eerste kennismaking en dat was vlakbij. En toen zijn wij met z'n allen naar beneden gevlucht onder de trap. Want dat riep de luchtbescherming om, dat je onder de trap moest gaan zitten omdat het daar betrekkelijk veilig was. Dat bleek ook later het geval, want bij heel veel gebombardeerde huizen zag je dat de trap inderdaad op de een of andere manier was blijven staan.
Nou, wij zijn toen met z'n allen onderin, dus naar beneden gegaan, onderin de gang gaan zitten, op de trappen, voor zover dat ging. En ja, toen begon het eigenlijke bombardement. En ik heb altijd gedacht dat dat heel lang duurde. Maar achteraf heb ik gelezen dat dat maar een minuut of 15 minuten is geweest of zo. En toen was alles achter de rug. Maar voor mijn gevoel, en nog als ik eraan terugdenk, was dat, duurde dat veel langer. Nou, en dan hoorde je het gieren van de bommen. Later hoorde ik... ja, je zat daar tegen elkaar en de mensen gingen praten en angstig natuurlijk, want het was een geweldig lawaai, die bommen die vielen. En je hoorde dat ook gieren. En ik weet nog dat oom Johan zei, als je ze hoort gieren, dan kan het geen kwaad meer. Want anders dan was je al getroffen, zal ik maar zeggen. Ja, later bleek dat die Stuka's, dat waren duikbommenwerpers en die hadden een soort sirene aan boord die dat lawaai extra hard verspreidde om de mensen bang te maken. Dat was eigenlijk die idee erachter. Maar het was natuurlijk heel spannend bij iedere klap die er kwam. En de dichtstbijzijnde bommen die vielen in de Jonker Fransstraat. Vlak voorbij de Noordbrug. Dus ja, wat was het helemaal hemelsbreed, hè? Dat was helemaal niks natuurlijk. En ja, dat waren geweldige klappen. En dan stond het huis te schudden. En ja, we waren met z'n allen erg bang. En ik weet dat de mevrouw die onder ons woonde, die kreeg wat men toen noemde een zenuwtoeval. Die begon geweldig te gillen. En iedereen probeerde haar te kalmeren. Maar hoe meer mensen zich daarmee bezig hielden, hoe erger het werd natuurlijk. En ja, wij zaten daar beneden. En bij mij Jaap Zandvliet, dat was een vriendje van me, een buurjongen. Die woonde helemaal onderin. En die zaten daar ook. En ja, alle mensen van die trap. Die zaten beneden in die gang. En toen het afgelopen was, toen kwam er signaal veilig daarna. En toen zijn we weer naar boven gegaan. Ja. Toen was de wereld echt veranderd, want toen zag je dat het brandde in de stad. En je zag rookwolken en dat zagen wij. Als je de Kerkhoflaan uitkeek in de richting van de Noordbrug, Jonker Fransstraat, ja, daar stond de boel in de fik. Dat zagen we. En zo werd in amper een kwartier tijd met 97.000 kilo brisantbommen het hele historische centrum verwoest van de stad die in dat jaar zijn 600-jarig bestaan vierde. Meer dan 24.000 woningen werden in de as gelegd, en 32 kerken en 2 synagogen werden verwoest. Ruim 800 mensen vonden de dood en 80.000 Rotterdammers werden dakloos. Ik kan je voorstellen, hè? In al die ellende ben ik met Henk, want Jan was in dienst. Dus die is krijgsgevangen gemaakt, die is naar Polen afgevoerd en die kwam pas maanden later terug. Maar wie die thuis waren, dat was oom Johan en Henk. En daar ben ik mee geweest. Die hebben mij meegenomen. Toen zijn we in de richting van de Jonker Fransstraat gelopen. Ja, en daar stond alles nog te smeulen. En inmiddels was oom Heiko bij ons gekomen. Want die was uit zijn huis gebombardeerd. Die woonde in de Hoofdstraat. En dat huis dat stond in de fik en hij kwam echt verward en angstig en ja, was alles kwijt. Kwam hij bij ons en die heeft er dan zijn dood bij ons gewoond. En dat was na de oorlog. En nou ja, dat was een grote ravage. De stad die tot dan toe het decor van het leven van mijn vader was geweest, bestond niet meer. Wat is...
zoveel jaren later, zijn meest levendige herinnering aan de stad die er nu niet meer is. Dat zie ik echt nog voor me. Want we gingen heel vaak, zaterdags, statten noemde tante Truida dat. Dan gingen we statten en dat was een feest, want in de Bijenkorf, daar draaiden elektrische treintjes. En nou ja, als jongen kwam je daar niet op uitgekeken natuurlijk. En dan gingen we naar de stad met de bus meestal. En dan stapten we uit op de Botersloot, het oude stadhuis, wat daar nog was. En daar was die bushalte. En ik zie dat wel voor me hoor. Dat was een drukke winkelstraat. En dat was, ja, daar waren veel mensen.